Afgelopen zaterdag vond de vierde editie van de Emilia-loop plaats in Wijchen. De loop ontstond in 2019, maar kon de twee opvolgende jaren vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Dit jaar is de Emilia-loop net wat anders aangepakt. De hardloopwedstrijd is vernoemd naar Emilia van Oranje-Nassau. Deze hertogin kocht in 1609, na een ruzie met haar broer Maurits om de erfenis, kasteel Wijchen van de weduwe Geertruid van Dalem. Op de oude fundamenten werd een nieuw kasteel gebouwd. Het huidige uiterlijk is een ontwerp uit die tijd. Emilia van Oranje-Nassau was zelf ook aanwezig bij de Emilia-loop om de hardlopers aan te moedigen. Vandaag zijn we met z'n allen bijeengekomen bij ons prachtige kasteel in Wijchen om een mooie hardloopwedstrijd te organiseren. Ik ben hier om iedereen te verwelkomen bij mijn huis, bij mijn kasteel. Zodat iedereen zich warm en welkom voelt om vervolgens een lekker stukje te rennen. Dus iedereen is super enthousiast, we hebben een goede aanloop. Dus zeker een mooie locatie. De Emilia-loop is een gezellige dorpsloop. Een hardloopwedstrijd die 4-5 keer door het centrum van Wijchen komt. Samen met de horeca zoeken we de gezelligheid, de verbinding op. Deze loop is voor iedereen. Van kinderen van 4 jaar tot... Er zit eigenlijk geen grens aan. De jongste is dit jaar ook daadwerkelijk 4 jaar. De oudste die deelneemt is 71. We hebben een nieuw record. Daar waar we vorig jaar nog aan ongeveer 450 deelnemers zaten, zijn we dit jaar de 500 gepasseerd. Daarvan ongeveer 150 jeugdleden. Jeugdleden mochten dit jaar voor niks meelopen door een hele gulle sponsor. Ook om op die manier de sport voor de jeugd te stimuleren. En dat betekent dus nog 350 volwassenen vanaf 12 jaar. Ik geloof dat je twee winnaars hebt staan. Gefeliciteerd. Vertel, wat heb jij gelopen? Welke afstand? 2,5 kilometer. Ja, en hoe vond je het gaan? Goed. Ja, was het moeilijk? Nee, viel wel mee. Nee, stond er een beetje publiek? Ja. Ja? En jij hebt ook de 2,5 kilometer. Ja. En hoe vond jij het gaan? Ja, leuk. En ja. Had jij je persoonlijke record? Ja. Ja, want wat is je persoonlijke record? Ja, ik heb nog nooit 2,5 kilometer gelopen. Maar liep wel lekker, ja. Ja, wat was je eindtijd? 9 minuut 12. En jouw eindtijd? 10 minuut 19. En heb jij hem al wel eerder gelopen, de 2,5 kilometer? Nee, ik heb wel een keer 2 kilometer gelopen.